draaien over de window en nu zie je het wel, dan kan je elke plaats geven die je wil. Zie je het verschil tussen de zomerlijn staan en ja? Oké. Okay. Even zien. Blauw blijft staan voor de aanval, nu wit stapt op het veld, dat heb ik wel. Tot zover. Niemand? De postspeler. Wie is de postspeler? Ja, dan begin je hier. Open maar, we gaan naar de post. Ja, kom maar. Open je aanval. En loop door tot 6 stop. Stop. Stop, stop, stop. Even wachten tot hij daar is. Even. Doorcirkelen, elke keer weer. En hou dat erin. En dan naar buiten als hij niet komt. Dank je. Paas in de post. Jij bent onder de duim toe. Oké, wat deze situatie, kom maar een tikje hier in de bal uit daar. Wat gaan we hier doen om hem de gelegenheid te geven 1 tegen 1 te kunnen spelen? Sorry? Ruimte maken. En dan, waar hangt het ruimte maken? Hoe ruimte te maken hangt waar vanaf? Kon je niet zo goed? Ik ben jouw verdediger. Ja, wat? Je hebt gepaast en ik blijf hier staan. Wat doe je dan? Ja, kijk eens wat ik doe. Kijk, op het moment dat ik dit doe, dan ga je bewegen. Ja. En dat kan daar zijn, want ik zie je niet. Ja. Of als ik dit doe, dan ben ik daar. Maar, nee, maar op het moment dat ik hier blijf staan naar jouw paas, wat zou je dat klinkt misschien niet logisch, ik zie het verhaal. Maar, ik sta hier, ik sta jou te trekken, ik help je, dus laat me één keer blijf staan. Lees. Ik doe niks als verdediger, dan kan hij zijn gang gaan. Maar dat is iets dat slecht verdedigen, dat dus zou moeten niet uitgaan. Wat we hier doen is de paas naar binnen. Twee grote mannen. Jij zoekt die guard hierop voor een beetje een screen. En intussen kan jij met een grote boog. Jij gaat naar de baseline. En jij schreef om die positie in te nemen. Door schreef je daar naartoe. Ja, en jij komt op de boog nu. Jij gaat naar de baseline, helemaal naar de baseline. Ja, jij kan daar blijven als je ziet dat hij omhoog komt. Want als jij uiteindelijk hier snijdt, je ziet hem komen, stap je daar. Jij gaat naar toe. En dan hebben we beweging en dan heeft de postspeler alle tijd om zijn 1 tegen 1 te maken. Ja. En kom hier te doen, want dan heeft hij een makkelijke paas. Hij staat daar, dan hoor je boven de knik in de driepuntslijn te staan. Niet in de hoek. Dan ga jij kijken. Als jij 1 tegen 1 gaat, dan ga je de move naar binnen. En dan denk ik zou dit doen. Ja, in de rug een paas naar beneden. Ja, voor de finish. Van daar. Kijk hier. Maak een move naar de baseline. Naar de baseline. Dan kom je precies in de stad. Ja, die dribbel binnen helpt niet. Maar op het moment dat je dus hier naartoe gaat, gaat dribbelen al. Stap daar naartoe. En wat doe jij nu daar? Nu ga je naar de hoek, ja, want de baseline is vrij. En dan heb je ook de korte paas, of de finish korte paas en de paas de lang voor de 3.0. Ja? Oké, okay, even terug. Dat is, we hebben dit, kijk, afhankelijk, het begin, ik heb een motion aanval. En vervolgens, wat ik heb gegeven of van zei, we hebben van je kijken naar welke mogelijkheden je hebt. En als blijkt dat we een goede post-up-speler hebben, dan wil ik die in sommige gevallen gebruiken. En dus heb ik op een gegeven moment gezegd, joh, loop een motion aanval, dat kennen ze, optie. En de optie laag, motion laag. En dan weten ze, komen daar een time-out, of beginnen we naar de wedstrijd, dat we beginnen met de eerste fase naar binnen, van onze post. Ik wil dat van de Mars, ik wil dat schaffen uit de bal in de post hebben. Om een actie te maken, om een fout te leggen, vroeg in de wedstrijd. Dus deze, we gaan wat dingen benoemen in de motion aanval. Motion aanval is, een beetje plat gezegd, vrijheid, blijheid. En dan weet je eigenlijk nooit wie het schot gaat nemen. En in de flow van de wedstrijd is dat op zich niet zo gek. Dat houdt de defense proberen. Dan is die, iedereen krijgt zijn kans. Maar er zijn tijden in de wedstrijd situaties. Hé, hey, laag, motion laag. Oké, okay, blauw, loop motion laag. Let's go. Luister, de schep, de schep, de schep. Hand, wind, voet, paas, snij, hakruimte, ja, beweeg, ja.
op zich, want dat zag ik daar straks al bij de 5-5 zijn weekplaats gesneden. Dat doen ze ook al behoorlijk. En nu ook, het was de timing niet helemaal, maar daar kwam de bal gaat op de post in. En vervolgens zijn er 4 anderen zijn aan de beweging. En die trekken dus de aandacht van de defense, waardoor de 1 tegen 1 in de post moet kunnen gebeuren. Ja? Dat is een optie. Oké, dit is het. Even kijken wat dat. Ze hebben allebei gescoord volgens mij uit de situatie.
is aan jou de keuze. Jij bent een podium. Dat is ook zoiets. Op een gegeven moment, dan laat de speler de motion en laat de spelers over. En zegt, goed, dan is het makkelijk dan weer de eerste divisie Delft-Roots. Maar dat wist ik wel. Ik zat het verder te denken. Kijk,
weet je wat zit hier? Stap in, paas, boom. Beetje. En dan is het nou nog mooier zijn, als je een wat tegenwoordig een stretch voor hebt, die stap meteen uit. Chase Newman, ga je even hier. Kaars is de bal hier. Bam, dat is wel uitstappen. Maar goed, zolang dat niet hebt, kort in. Want dit is weer wat we in het begin van de ochtend gezien hebben. Hé, hey, hier is Rijke. Bal, pak wel. En misschien zou ik gaan aanvallen. Afhankelijk van het leven. Ja? Door. Nogmaals, ik wil wel. En dat is als je bijvoorbeeld naar Porter, die kijkt in de NBA playoffs of zo. Even voor gaan kijken. Die mannen, Lillard en McCollum, die guards. Daar wordt dus niet onderdoor gegaan bij die mannen. En het ding is, maar die mannen, ze zetten nog eens op die, zet even de flares in de situatie op wat die kan. Dank je. Jij bent goed, je komt deze kant op. Oké, lopen maar. Ja, lopen maar. Stop. Nou, dit is Kasi, als dat gebeurt ben je dood bij die mannen. Want die kunnen dus echt knallen, die stappen uit. Nee, jij zou gaan trainen. Ja, jij zou trainen. Ja. Oké, doe maar. Nou, stap jij terug. Wacht even. Jij blijft even, zet de zorg dat het screen goed gezet wordt. En jij stapt dan terug wat er gebeurt. Kom even terug, sorry. Jij bent hier ook de screen aan het verplichten. En jij stapt terug om dat te verdedigen. En nu ga je niet naar hem toe, maar nu ga je naar zijn. Dus wat er nu gebeurt, zolang hij daar nog bezig is, komt die paas. Ja, catch, boom. Knallen. Het is zo. Ja, die mannen zijn zo goed. Die maken het zo eenvoudig. En die lezen dat zo geweldig. En dat is elk kwartje wat het valt. Dat is lezen, kijken, stappen en schieten. Oké, even samenvattend. Motion aanval, waarbij iedereen vrijheid blij heeft. En af en toe komt er tussendoor. Wat hebben we gezien? We hebben laag gehad, poster. We hebben pin-down gehad, jump shooter. Ik wil motion hoog, wil ik zien. Blauw, even weer. Dit naar kant, of was het dit kant van wachten. Ja, dit loopt even in je aanval, want dan houdt het een beetje gelijk op. Straks bedankt. Zonder defense, dat is wel een nieuwe optie. Laag, kennen jullie? Motion laag, post up. Ja? Nou, snel er doorheen. Laag, let's go. Screen, paas, handle, simpel. Hop. Niet de boek duiken. Oké, naar binnen. Paas naar binnen. Nee. Ja, jij gaat, kom omhoog. Snijden, niet zo dichterbij, boven de vijfhoornlijn. Boven de vijfhoornlijn zijn top replays. Ja, kom omhoog zolang jij daar staat. Kom omhoog. En dan draai je maar. En paas hier. Klaar, swing en driepuntschot. Boom. We hebben, kijk. De ding is, de bal is naar binnen. Het is inside geweest. En dat is voor mij standaard. Met een aanval, zonder aanval, de bal moet naar de grote man. En of hij, dat wil niet zeggen dat de grote man een schot gaat nemen, maar hij trekt wel de defense en dan op de ruimte aan de buitenkant. Inside, outside, dat verhaal. Dus algemeen bekend. Ja? De bal is binnen geweest, heb ik gekeken, dat was in die paas naar buiten, extra paas, doe. Geweldig. Pin down, let's go. Ja, screen, pass, hand off, screen, circle in. Downstream, catch, shoot, en finish. Finish, ja. Oké, gaan we naar hoog. Die ik even uitleggen. Met hoog wil ik een hoog volsteen. Nu, ik wil een point guard hebben. De bal dat hij een beslissing maakt. Loop je, gewoon stak hem op. Ja, hop. Hou vast. Dat is hetzelfde cirkel naar binnen, maar bij hoog en naar buiten. Want bij hoog. Dan stap jij naar binnen, gebruik dit bolski. Hard erover, ski, dan gaat. Ja, jij gaat een korte rol, afhankelijk van wat de defense speelt. Een korte rol naar binnen. Ja, stap je. Ja, heel goed man. Ja. En als hij op de baseline komt, omhoog, naar de knie. Baseline. Maar nu kom ik eraf, jij komt eraf hier. Je hebt dit, je hebt dat. En als het niet, dan kan je altijd nog achter de bolski. Jij komt, zolang hij. Je bent de knik, ben je begonnen.
hebben het rollscreen, dat bent even naar beneden. En op het moment dat hij gaat rollen hier, korte rol, kom je omhoog weer tegenstellen. Nou, kijk eens wat je allemaal hebt met fases. Simpel, motion, en we benoemen dit hoofd. Dus het hoofd, bolscreen. Ja, let's go. Motion, hoofd. Handen klaar, kom aan, ja, rollen, je hebt overstappen. Ja, daar de bal in de been. Oh, je stopt twee voeten erin. Finish je daar, finish je. Ga boven. Goed dan. Lekker. Hallo, dan ga je toch niet meer uitpaasen. Heb je al geschoten vanochtend in deze tijd, denk ik. Nee, dat wou ik zeggen. Als je dan daar krijgt, dan zou ik het niet meer eruit gooien. Dan is jouw beurt. Ja? Alright, blauw, defense, let's go. Cirkel naar binnen, en rollen. Ja, even blijven. Goed zo,
Doe dat de volgende keer. Want nu, de close-out was, je gaat iemand aanvallen die 2 meter van je vandaan staat. Anderhalf. Schiet. Oké, jullie hebben een scoortje blijven aanvallen. Wit, jullie moeten het tegen. Als je de stap maakt, is jullie beurt aanvallen. Ja, let's go. Swim, help. Oké, in de chase, in de chase. Swim down, help. Voor wie? Ja. Toch wel? Ja. Hij leek me niet te willen tegen de voetbal geven. Hier? Nou, ik moet even bekijken van de pin down. Ik ja, dat is goed. Maar hij kreeg de bal, maar dan niet schot. Nee. En dat was jij ook met open. Met andere woorden. Heeft hij de shooters mentality? Wil hij schieten? Dan ga je geen ding naar hem lopen. Ja, maar nou ben ik even aan het. En dat is niks in het trainen van de eikant. Dus ik ken het niet, hè, maar. En nou was dit misschien niet helemaal open. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Ik heb wel een paar keer. Ja, ik weet niet, misschien ben jij beter in schutter dan hij. Ik weet het niet net van. Oké, prima. Juist, nice, geweldig.
geweldig. Lijkt San Antonio wel. Ja, weet je, ja, dat is niet maar dat is niet eigen. Oh, stop, dank je. Kijk, ik heb hier een beetje mijn vast naar die NBA. Old school San Antonio is mij nog steeds het mooiste om te zien. De paas, de extra paas, van de paas. Oké, even terug naar de two-man game. Blauw, ik sta even van het veld, dank je wel. Wat we nog niet gezien hebben is, en dat is de basis van het tegenwoordig is de two-man game. Bombspeed, de dribble handover en dat soort dingen. Straks een motion aanbod op. Ja, let's go. Zo. Oké, okay, ja, zie ik het door, tot daar. Nu stap jij uit. Oké, okay, ik laat het niet doen even voor. Dus, dank je. Oké, okay, je hebt dat flare-screen gezet. Oh. Ja? Trippen krijgen. Tobi, kom naar buiten. Dan gaan we zoeken. Ja, dan komt nog een paar. Hop, hop, hop. En kijk even bij mij. Rol, Tobi, greenscreen. Hop, scheer. Rollen, de bal naar binnen. Naar de bal intussen. Wat we willen is, je ziet de spacing. Dankjewel. Helemaal op de baseline. Net over de knik. Daar. Stap, dank. Jij. Net aan de weer. Met z'n tweeën. Dus daar. Doe mijn kennis spelen. En wat we heel veel zien is ook nog de paas en het screenen. Wat we steeds meer zien is, dank je. Oké, ik neem het weer jouw positie, dank je. Jij begint daar, weer laag. Je hebt de ruimte nodig. Ja. Kijk, je bal weer de paas. Dit niet. Oké, okay, gaan we. Ja, 1, 2, flip, screen. Dan krijg je de rol, de grote risico. Maar even communiceren en de paas naar binnen. Met z'n tegen. En dat jullie daar, dat, als het te lang duurt, dit is prima. Als het te lang duurt, mag jij wat doen? Dan loop je naar je bar. En dat betekent dat jij er niet bij bent, jij gaat naar de zijkant. En dat betekent dat jij er ook in gaat. En dan hebben we aan de linkzijde, dus hebben we op dat moment ook iets van de beweging. Dat het niet te staat gaat worden op dat moment. En als dat weer te lang duurt, als we nog steeds bezig zijn, wat ik niet denk, dan ga je weer naar beneden. Zoek je even je banden op de kaart, op je hoofd, jij kan boven enzovoort. Doe mijn game aan de zijkant. En die dribbel handoff, ik ben hier gewend mee bent, dus 1 of 2 dribbel, dank van hout even die flippaars of die shovelpaars, whatever de terminologie is, ja. En dan blijf je staan. En dan zet je zo een screen neer, stand je om vervolgens te zitten doen. En dan eet je daar misschien, want dat is een schok, dan krijg je een beetje schok, of val van mijn man aan, en dan ga je op die screen. Hou je de deur open. Ja? Oké, blauw, niet echt. Doe mijn game. Alright, let's go. Screenen. En dan screenen. En dan weer nog screenen. Ja, goed hè. Kijken, weer screenen. Nee, rollen. Kijk, stop. Je wilt als guard de bal halen. Kan. Guard is ook heel veel doen, maar wat is het even? Die was eigenlijk aan de beurt. Ja. En als het er lang weg blijft, dan kom je maar aan. Kom maar. Ik wil jij geen bal, hierachter. Ja, kom ietsje omhoog. Deze paas voor jou. Oké, we hebben dat geprobeerd, het is niet. Wat was het vervolg, weet je dat nog? Ja, back over gaat. Doe mij even deze kant. Klopt. Ja, spacing. Kijk. Ja. Alright, spelen. Nog een keer, wit. Ah. Nog een keer, uitmelden, helpen dit, ja, kijk,
situatie. Houd je dribbelen. Dus dit houdt het even niet op pakken. De hand terug. Kom maar, nog een keer. Nog een keer. Nu naar binnen. Hop. Rollen. En nou is het uiteindelijk. Ja. Twee keer. Drie keer. Mij pakken. Als ik op een gegeven moment een guard gauw heb in mijn guard. Zoek hem uit. Vier keer. Totdat je die, dat voordeel creëert. Alright, nu gaat het. Waar begin je daar? Beginnen ze aan deze kant. Beginnen de aanval is aan deze kant. Als we dat willen, wel even terug. Wie is je beste coach op 2? Ja, dus dan zeg je even, maar even bij de switchen van positie. Uiteindelijk heb je het liefst dat die links dan ook weer verschil uitmaakt. Dat je het lint bij de kant kan gebruiken. Maar zoals ook hier zal altijd wel een lekkere voorkeur zijn voor het een of het ander. Alright, gaat ie. Ja, go! Had je tijd om de ruimte op te schieten?